Veel mensen vinden baby's lief, schattig en onschuldig. Maar nu ik ze 10 maanden in het eentje ben opgetrokken, merk ik dat ze ook wel hele donkere kanten hebben. En mijn kind uit zijn donkere kant door dingen kapot te maken. Duivels zijn. Dit zijn de 5 dingen die mijn kind heeft vernietigd. Heb je net echt een mega mooie toren van blokken gebouwd, waar je echt ontzettend trots op bent? En ja hoor, daar komt hij dan. Zogenaamd geïnteresseerd aangekomen. En bam! Keihard met de grond gelijk. Alle blokken door de kamer en weg, luchtkasteel. Je strak lichaam. Door tijd gewekt kan je niet meer sporten. Alle stress stapelt zich op. En het drinken eet je weg met bier en comfortfood. En na 10 maanden is het resultaat zichtbaar. Ze voelen het. Iets in hun zegt ze dat als ze aan de gordijnen trekken, ze een stukje van je ziel kapot kunnen maken. Ik weet niet of je ooit wel eens een kapotgetrokken gordijnen opnieuw in een plafondpad hebt geschroefd, maar na 2 keer opnieuw ophangen kun je beter een hele nieuwe plafond kopen. Hoe stoer vind je ook bent, die ogen en die lach die breken je. Weg stoerheid, haantjesgedrag en masculiniteit. De bank, thuis met je gezin, is het enige wat telt. En tot slot natuurlijk je slaapritme. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat dit zo'n wapen is van een kind om je mentaal op te breken. Psychologische oorlogsvoer noemen ze dat. Niet meer logisch na kunnen denken, waardoor alle voorgaande voorbeelden inslaan als een bom. Met al deze voorbeelden zou je hem haast ter adoptie willen stellen. Oh, misschien moet ik er gewoon een nachtje over slapen.